Hi iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot en ik ga een review doen op of een uitleg over een boek. En dat boek heet De Werkplaats. Is de werkplaats van de heks eigenlijk. De werkplaats en spreuken. Oké. Elke dag magie op het werk. En dat is van Marla Brooks. Als jullie ons, Wendy en mijn serie gevolgd hebben, dan weten jullie ook dat wij de kaarten, de heksenorakel, hebben besproken en bestudeerd in de serie vorig jaar. Of eerder dit jaar. En we gaan in het najaar verder met een nieuwe serie. Met dit boek en met dit boek. Ik heb ook een Nederlandse uitleg gegeven. Zo ga ook even kijken naar de gezonde heks. We gaan met deze twee boeken werken. Maar nu ga ik het uitleg geven van dit. Zo, ik ga even camera veranderen en dan ben ik zo terug. Ik begin eerst met de voorpagina. Het is van karton gemaakt. En de foto's zijn echt glanzend en luxueus. Ik wou dat ze het echt meer als een heksenboek gedaan hadden, wat je hier achter ziet. En achterop zie je ook wat gereedschap. De stenen, de ruins, het bakje waar je kruiden mee maalt, de bezem van de tafel en de staaf en het heksenboek. Wat hier eigenlijk in kort staat, staat sommige goede intenties zijn gewoon niet genoeg om door een werkdag te komen. Sommige mensen bidden en anderen werken gewoon keihard. Oké. Nou kan je een ander pad nemen om problemen of kwesties te verlichten of te laten verdwijnen op de werkplaats. Maar dit kan je doen met magie. Dit speciale boek is heel makkelijk om te volgen. Het heeft 51 spreuken. Het heeft uitleg van rituelen. En het dekt ook pestige spreuken. Het is allemaal werk gerelateerd aan drempels in het werk. Om je vibratie hoger te maken en ook misschien een promotie te krijgen. Om je mond te houden of iemand stil te krijgen. Of om stress weg te laten smelten. Of om anderen jou gewoon puur alleen te laten. Jij kan het doen. Magie kan je helpen. 51 klaargemaakte spreuken om in je werkplaats mee te beginnen. Creëer je eigen werkplaats spreuken. Al ben je nieuw of ben je geëxperienced of ben je een ervaren heks. Gewoon een heks die met in seizoenen werkt. Begrijp de kruiden, amuletten, definities en de stenen. En de incense, de wierook. Halve edelstenen bedoelen ze daarmee. En het kost $19.99. Amerikaanse dollar. Oké. Zo, ik ga jullie alleen maar een paar dingetjes laten zien. Want daarom hoop ik ook dat jullie meedoen in de serie. En ik hoop dat je misschien gemotiveerd bent om het boek te kopen en mee te kijken. Hier is dit. Dit is over de auteur. Dit is Marla Brooks. En eigenlijk komt het hier op neer dat ze was nooit een wiccan, ze was nooit een heks
of een pagan, maar ze legt hier even uit dat ze samenwoont in Hollywood. En ze is een paranormale onderzoeker, een investigator. En ze is ook een spookschrijver en ze heeft 3 boeken geschreven, een serie die wordt genoemd De Geesten van Hollywood. En zij heeft ook een radioprogramma op Para-X Radio. En het programma heet Roer de Cauldron, de heksenketel. Roer de heksenketel. En dan laat ze ook dat ze een papegaai heeft, een kat en een witte herder. Dan krijgen we te zien een beetje wat een heksenwerkplaats eruit kan zien. Het papier is echt heel glad en glanzend en het voelt heel goed aan. En dit is dan de dedicatie aan al de mensen die haar geholpen hebben en erkenning en mooie foto's weer. En hier zie je de inhoud, de index van het boek en ik ga dat een beetje opnoemen en daarom draai ik het weer heen en weer. Er is de introductie. Hoe kan ik een spreuk doen om het minste belangrijke, om het minste ritueel te laten verdwijnen? De ritueel benodigdheden of welke gereedschap je daarvoor nodig hebt om energie te verhogen. En dit zijn alle spreuken. Ik noem er maar een paar. Alle doeleinden spreuk, anti-stress spreuk, aantrekken van cliëntel, obstakels weg in de werken of laten verdwijnen in de werkplaats. Dan hebben we ook de flessenspreuk. Om druk te worden, zo meer klanten aan te trekken en een drukkere zaak te hebben. We hebben een autozegening. We hebben duidelijkheid spreuk. Het schoonmaken van je werkomgeving. Communicatie, computerspreuk, zelfvertrouwenspreuk, beslissingenspreuk, moeilijke telefoontjespreuk. We hebben hier ook het zakje van kracht, het krachtenzakje, je eerste dollarspreuk of de eerste euro. Kom op tijd naar werk, houd je tong. Ik kan het doen om meer zelfvertrouwen op te wekken. Incens en potpourri spreuken. Ook sollicitatiegesprekken. Baanpromotie of werkpromotie. Laat me alleen. Parkeren. Productivity. Veilig reizen met de lucht en de auto. Om de waarheid naar boven te krijgen, spreuk. Een slaapspreuk. Een begin een eigen zaakspreuk. De middendag blues spreuk. Ook om je ware baan te vinden van je dromen spreuk. Traffic verkeer spreuk. En dan heb je weer de heksenzakje en de heksenfles. En dan is dit het einde. En wat het einde is, is een magie met de kaars. Magie met kruiden. Magie met amuletten. Magie of magische definitie. Allemaal magische kruiden. Magische amuletten. Magische definitie. Magische stenen, magische properties, dat zijn bestanddelen van incense. Pagan deities, dat zijn vormen. Spirit guides, dat zijn onze spirit
begeleiders. De Wiccan, dat is de heksenreden, regels. En dat is wel echt uitgebreid, de heksenregels. En de wet van drie. En dan nog een laatste gedachte. Dan krijgen we de introductie. En de introductie gaat ook een beetje over de geschiedenis. En dat de heksen altijd op dat er heksenkloppen waren en dat ze vermoord waren, enzovoort, enzovoort. Dan hebben we, hoe kan je een spreuk, je eigen spreuk creëren? Dan gaan we naar de minste banishing spreuk. Banishing betekent verwijderen. Ritueel, niet spreuk, maar ritueel. Hier heb je ook het oosten, het zuiden, het westen en het noorden. En dan vertaald in de heksentaal. Oké? En dan krijg je de rituele gereedschap. Krijg je ook uitleg op. En dan krijg je ook uitleg wat het noorden is en het zuiden, het oosten. En andere rituele gereedschap. Dan gaan ze daarmee verder. Dan is dit het verhogen van energie. En dan krijg je ook uitleg over en wat het betekent en hoe je het moet doen. Oké. Dan hebben we spreuken. En hier begint de lol. Krijg je ook uitleg. En dit is de eerste spreuk. Je hebt nodig voor deze spreuk adaptability, aanpassing. Ik ga er alleen maar een paar laten zien, want dan zie je ook hoe de foto's eruit zien. Want dit gaan we allemaal behandelen in de serie. Ik wou dat dat te krijgen was in Nederlands. Nederland, Witch Hazel. Dat ruikt zo lekker en dat is fantastisch voor verzwikte voeten of enkels of handen. En dit is een spreuk voor de auto. Duidelijkheidsspreuk. En dit zijn de ruins. Communicatie. Je ziet ook de katzenoog en edelstenen. Ik vind het zo mooi hoe ze het gedaan hebben. Ik flip alleen maar heel erg vlug er doorheen. Het oud en het nieuw. Dat vind ik ook zo mooi dat ze dat gedaan hebben. De kaarten natuurlijk. En stenen. Dit is het heksenzakje. Als je niet weet wat een heksenzakje is, dan wordt het uitgelegd. En dat is een spreuk. Het kan een goed zakje zijn of een slecht zakje. Een genezende zakje. Maar dat hoor je allemaal van mij en Wendy. In het najaar. Ik vind het ook zo mooi, een ouderwetse bom. En de draak. Wendy had ons verteld over de draak. En dan wierook. En verschillende wieroken. Voor wat? Hoe wat? Maar alleen spreuk. Parkeerspreuk. Productivity. Safe travel met de auto. Mojo. Een vliegtuig. Slaapspreuk. Zij heeft wel heel erg veel meegenomen voor een beginner. Zo, hier heb je nog wel een jaartje of een paar maanden oefening.
oefening maakt kunst. En dan gaan we aan de magische kruiden. Je kan zien dat ik het boek bestudeerd heb. En ik wil het zo netjes mogelijk houden, want ik ben zuinig op mijn boeken. En dan krijg je alle kruiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bladzijden met, ik neem aan dat dat de meest gebruikte kruiden zijn. Maar dat is wat je van Wendy hoort. Oké, ik zal even kijken. Oké, nee. Ik zou wel willen weten hoe je witch hazel maakt. Dat ruikt zo lekker. Nou, dan hebben we magische amuletten. Bijvoorbeeld de ankh. Nou, iedereen kent de ankh. En de speer. De bel. En hier heb je ook een aantal, 2,5 bladzij van. En dan gaan we naar de dieren en insecten. Dan heb je ook 3,5 bladzij van. En dan gaan we naar de vogels. En dan in het natuur, zoals bomen, sneeuwvlokjes, de ster, de zon. En dan andere objecten. Net zoals Ali Baba of de Boeddha. Of de fairy, hoe noem je dat? Het elfje. En dan hebben we de magische definities. En dat kom je allemaal te weten. Definitie van olie bijvoorbeeld, of vuur. Ook een aantal bladzijden. En dan hebben we de magische stenen. Zoals agaat of kristal of aquamarijn. 1, 2, denk 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pagina's. En dan gaan we naar de magische proporties. Van incense en olie, wierook en olie. Alsjeblieft. En dan hebben we de traditionele sabbat in incense. En even kijken. Dat zijn incense, dat zijn de tijden, belangrijke kalendertijden. Net zoals de candlelums en de spring equinox. En een van de grote die heel bekend is in Engeland, Beltane. Dat is, daar gaan duizenden mensen naartoe. En de zomer, solstice. Daar ook. En de lama's, dat wist ik niet. En het najaar, de shaman en de wintersolis. En dan hebben we de pagan deities. En ik weet niet wat deities, dat zijn gidsen en zo. Katten. En wat belangrijk is voor de heksenliefde, de maan, de huwelijk. De sky, de lucht. En dan hebben we spirit guides. Wat gebruiken de heksen als gidsen? En dan hebben we de regels van de wikken of van de heksen. En dat is heel interessant. Dat is 3 pagina's lang. En dan
de wet van 3. En dan hebben we het laatste woord. En dat zal ik ook even vertalen. Een laatste gedachte. Dit boek met spreuken voor de werkplaats was gecreëerd om allebei de werkplaats belangrijker te maken en schoner te maken. Jouw tijd weg van thuis, van de comfort van het huis, waarin je jouw werkomgeving ontmoet je veel challenges, uitdagingen, die staan te wachten op je. Zoals je nu een spreuk creëert met de beste intenties en het warmste van de harten, of het warmte in je hart, dan heb je ultimate succes. Wauw. En dan aan het eind van het boek heb je andere boeken van Marla Brooks. En dat is dan de Geesten in Hollywood. En dan heb je ook The Web of Lights. Dat zijn Rites of Witches in the New Age. Dat zijn de rechten van de heksen in het New Age. En dan heb je The Witch's Brew. Geheimen en geurtjes. Zo, wil je meer informatie? Dan stuur me een e-mail en dan stuur ik je een e-mail terug met deze nummers en de. Of je kan naar de website gaan van Marla Brooks en dan kan je het vinden. De informatie vind je onder deze video. Dit boek is niet te krijgen in Nederland, zover als ik weet. Ook niet op bol.com. Die andere wel. Zo, ik zal alle informatie achterlaten. Deze kan je bestellen en die wordt ook naar je toegezonden vanuit Red Feather. Oké? Nou, hou je taai en geniet van je zomer. En ik hoop dat je meedoet in de nieuwe serie met Wendy en mij. Hou je veilig en geniet en tot ziens. Wees gezegend en deel dit met vrienden en familie. Dankjewel. Liefs, Charles.